Ik ben in de Var, dat is het zuidelijkste gedeelte van Frankrijk, zeg maar zo'n 30 kilometer van de Middellandse Zee. En dit is het gebied waar ik 4 jaar geleden een hele winter heb doorgebracht, waar ik toen Heller heb geschreven, maar waar ik toen ook het idee kreeg om het boek te schrijven waar ik nu aan werk en dat boek heet Broertje. En ik ben nu in de Var na zoveel jaar om te kijken of de herinneringen die ik heb uit die tijd, de locaties, of die bossen inderdaad zo spannend waren als ik toen dacht, of je zo makkelijk lijken kunt verstoppen, of die herinneringen kloppen. Research heet dat. Een schrijver doet research.